Ik weet niet of jullie kunnen raden welk dag het vandaag is. Super tof dat je kijkt naar Groen Deel Vlog. Mijn naam is Sanne Pat. Ik ben net wakker geweld door mijn vriendin Sanne. Mijn! En die heeft me wakker geweld en daar wil ik nog mee bellen. Wat ik net heb gedaan is lekker bak koffie gezet, alvast. Rolgordijnen daar open gegooid. En lekker bak koffie gezet. En ik ben een beetje al gaan editen. En over ongeveer een uur ga ik al richting werk. Waarom ging ik al vandaag natuurlijk vertellen. Het zit zo. Vooral vrijdag is gewoon te druk. En daarom heb ik besloten met mijn werk om gewoon in de ochtend te werken. Want ja, het is anders niet, gewoon niet te doen om normaal te werken eigenlijk. Het geeft, ja, het is gewoon irritatie. Want wat ik al een keer zei, is dat klanten nog steeds, ik probeer de camera even goed te zetten, af en toe sommige klanten gewoon te dicht bij je komen en ze zeiden van, ja, het is te druk en dan, ja, het is moeilijk om mee te focussen om dan goed te vullen eigenlijk. En daarom heb ik en toen heb ik, ja, dat zeker. Ze zegt, dan heb je ook mis aan je dag. En toen heb ik maar besloten met mijn werk van dat ik gewoon ochtend ga beginnen. En waarschijnlijk dat ik elke vrijdag dat ga doen. Maar dan moet ik even overleggen nog. Maar lekker bakje koffie. Elke ochtend makkelijk maken. Ja, ze zegt, dat kan ik je elke vroeg voor. Ja, dat is waar. Dus ik ben al een beetje bezig met editen. En of ik het afkrijg, denk ik niet. Maar daar heb ik ook vanmiddag voor. En het lekkerste is dat ik, als ik thuis kom, is waarschijnlijk heel mooi weer. Ik ga toevallig gelijk kijken hoe warm het vandaag gaat weer. Ben ik het hele tijd aan het doen. Ik ga even kijken hoe warm het gaat worden vandaag. 9 graden. En het is gezegd dat vandaag een gevoelstemperatuur is 7. Dat is nu. Er wordt gezegd dat er maximaal 19 graden vandaag gaat worden. Maar dan heb ik tenminste wel, wat er al zei, van heb ik tenminste wel wat aan mijn dag. En ik kan over 10 minuutjes al gebeld worden door begeleiding. Oh, wat heb ik. Ik ben druk bezig geweest met opruimen net. Ik kom net thuis ook en heerlijk weer is het. Alles opgeruimd, staan netjes, gestopt zijn gedweld. Alleen eigenlijk nog, wat ik moet doen is de afwas. En lekker raampje open, ook heerlijk. En dan ga ik lekker muziekje luisteren, wat ik net deed. Dat is altijd lekkerste. Altijd mijn schoonmaken doe ik altijd, letterlijk altijd. Ga ik stofzuigen en dweilen en zet ik lekker keihard muziekje aan. Dat is zo heerlijk. Ontspannen. En dan begin je gewoon leuk te doen, vinden eigenlijk, of stofzuigen en dweilen. Dus, maar het is er lekker gebeurd. En nu maar recht achter de computer zitten denken. Of lekker op de vensterbank. Misschien dat ik dat ga doen. Even denken, zo meteen lekker ijsje eten. Dus dan gaan we dat ook even doen. Even ijsje eten. En dan lekker op de vensterbank zitten. Net lekker gezellig met Sanne gebeld. En even alvast maar gedaan. Dag, laten we het toch maar even doen. En al een hele serie van de tafel heb ik ook vergeten. De tafel even helemaal schoon heb gemaakt. Zoals die. Alleen dan moet nog alleen gebeuren. De vensterbank heb ik even helemaal schoon gemaakt. Moet allemaal gebeuren. En kan je de mouwen, want die begon al trouwens te mouwen toen ik hier binnenkwam. Ja, want hij is gewend natuurlijk om als ik thuis kom dat hij gelijk eten krijgt. Nu is het bijna vijf uur. Maar toen ik kom een uur of 12 uur thuis en toen dacht hij dat hij al eten kreeg. Terwijl dat niet zo is. Dus nu zit hij al de hele tijd te mouwen. Kan ja, lijf ze nou eens. Kom eens even bij je baasje. Ik snap dat je eten wilt. Maar nog even wachten. Of 3:30. Goed, kan je? Duidelijk. Hopelijk. Dus ik ga heel even naar de winkel. Want ik moet even kattengrint van Ganja hebben. Ik moet ook hebben. Dit is ook belangrijk voor, natuurlijk voor hem. Dat hij ook behoeftes kan doen. Dus hij moet ook gewoon burgerberg. Moet hij ook gewoon doen. Maar ik ga nu even dan even richting winkel. Even het al snel halen heen en weer. En eten van morgen heb ik al. En vandaag. Dus ik weet al wat ik ga eten. Want ik heb nog shawarma staan en ik heb nog kip kandoori, ik heb wat anders. Special bonus schotel heb ik. Oh, zo kan je wel even aandacht, dat is het. Is dat het, jongen?
Ja, je wil even aandacht. Wil jij even aandacht? Hè? Wil jij even aandacht? Wil jij even aandacht? Ja, hè? Maar dan ga ik even nu naar de supermarkt. Zo, en dan ben ik weer thuis even snel heen en weer gegaan. En nu maar even klaarmaken om iets te schrijven. Want, dat moet ook gebeuren. Want ik ga even dingen opschrijven van de bonnetjes. Want dat ben ik de hele tijd vergeten. Want alle bonnetjes heb ik hier zo. Alle bonnetjes. Hop. Ga ik allemaal pakken, leg ik allemaal daar neer. En toevallig lekker nummer van mijn lijn luisteren. Dat is wel het lekkerste. Ik word er echt blij van eigenlijk, die nummers. En ik heb nog eentje in mijn zak. Van vandaag natuurlijk. Zo, hoppakee. En dan ga ik nu even al het bolletje opschrijven en dan gaan jullie nu zien. Bezig met eten te koken en lekker shawarma, lekker eten. Maar ik wil hier één iemand bedanken, hij had een reactie achterlaten dat ik mijn camera proberen stil te houden. Ik vind het, dankjewel voor de tip in ieder geval, daar kan ik iets mee. En het is moeilijk, want vloggen is niet zomaar stil te houden. En het is gewoon moeilijk eigenlijk, want ik heb mijn camera in de mand. Wil ik wel eens vertoefd bewegen, weet je wel, zoiets. Maar ja. Om dan richting mij te houden. Dan moet ik editen bij. En dan zeg ik iets leuks. Dan denk ik van, ja, maar het is wel iets leuks wat ik neerzet. Ja, dat is het punt. Camera goed. Stil te houden is gewoon heel moeilijk eigenlijk, algemeen. Dus weten jullie dat ook. Maar ik vind het wel leuk. Dankjewel in ieder geval voor de tip. Ik ga mijn best doen. En ik kan er sowieso iets mee. En lekker muziek luisteren. Gaia ligt lekker daar op de bank. En ik ben nu met eten bezig, zoals ik al net zei. Lekker shawarma. Maar ik zat te kijken in de koelkast. Ik heb altijd met sla. Maar op dit moment heb ik geen sla in mijn koelkast. Wat ik in mijn koelkast heb is tompoes. Salades. Knoflookbakje, mayo, mosterd, aardappels, kaas, spersiebonenschotel, boter, vla en sausen allemaal eigenlijk. En verder heb ik niet zoveel in de koelkast. Maar meestal eet ik wat ik al zei met sla. Helaas heb ik dat niet, maar maakt niet uit. Een keer zonder sla, want waarom doe ik zo sla? Dan vind ik een beetje wat gezonder, dan is wat lekkerder en gezonder. Maar ja, helaas, pindakaas kan het nu niet. Het is niet zo erg, maar ik heb morgen wel wat groenten in de koelkast en dat spersiebonenschotel. Die ga ik morgen weer eten. Morgen is zaterdag voor mij. En wat eigenlijk vandaag is, ik ga even iets bijpakken. Ik weet niet of jullie kunnen raden op welk dag het vandaag is. Moet ik eerst even zoeken waar dat is? Als ik kan vinden. Ik ga het even een momentje, ik ga het even zoeken. Wat ik trouwens zoek, dat is een kroon. Maar die kan ik niet vinden. Waar heb je het over kroon? Kroon? Waarom heb je het dan over kroon? Nou, dan kan je wel wat anders laten zien. Dat heb ik gods goed is wel. Dan moet ik sowieso 100% hebben. Ik ga het nu even pakken. En dat is deze shirt. Hebben jullie het nu al door? Ja. Het is vandaag Koningsdag. Als jullie nu kijken is vandaag Koningsdag. Wat ik eigenlijk wil zeggen is tegen jullie. Ik wens iedereen alsnog deze toestand. Fijne Koningsdag. Ik hoop dat jullie een leuke feestje van maken, al is het niet wat we hadden gehoopt, maar we moeten maar wat van maken. Maar wat we ook kunnen doen is, ik heb wat anders plannen, maar dat gaan jullie
later binnenkort in een vlog zien hoe we dat allemaal aan gaan pakken. Hoe wij Koningsdag vieren, dat gaan jullie binnenkort zien. Maar, ja, nogmaals, iedereen fijne Koningsdag. En maak sowieso een leuke dag van. Ik hoop dat jullie dat doen. Ik zit al te kijken naar mijn eten. En die worden al lekker. Zo. Ik vind altijd zo lekker ruiken, die shawarma geur. Ik ben benieuwd welke geur vinden jullie lekkerste. En we hadden een keer over wat voor jullie lekkerste geur. Ik ben wel benieuwd wat jullie lekkerste geur vinden. Is het ook benzinegeur? Voor mij is het ook gasgeur. Dat ook lekker. Nee, geen gasgeur, maar benzinegeur. Dat wil ik ook zeggen. Dat is ongelooflijk lekker. En gas. Gras, zonder. Geen glas. Het zou heel raar zijn als je glas kon ruiken. Ja, heel apart. Maar oké. Okay. Maar pas op bij mij, ik ben ook apart. Maar ja. Ik ga nu maar dan dadelijk lekker eten. En ik heb nu al een beetje trekjes. Dus gaan we dadelijk even lekker doen. Eten. Ik heb er ongelooflijk trek in. Dus laat me zomaar maar gaan eten. We zijn de hele tijd iets meer bezig, maar het lukt ons totaal niet. 1. We hebben geprobeerd via telefoon, beeld, video te zitten kijken. We willen eigenlijk filmpje met z'n drieën kijken, maar het lukt ons totaal niet echt goed. Het pakt niet heel goed uit. En wat ik al natuurlijk al net gedaan heb, is net echt gegeten. Maar daarna zijn we gaan bellen en proberen we film te kijken en dat is New Kids Turbo. Ik heb die eigenlijk... Wat? Iemand zegt ha ha ha. Ik ben het toevallig ook een mensen aan het bellen. Dat is Glenda en Sanne. En... Mijn binnenpleetje, laat maar. Oké. Duidelijk. Maar we zijn de hele tijd te proberen met z'n drieën gewoon een film te kijken. We hebben geprobeerd via... Dat ik mijn telefoon naar het beeld reageer. Sanne heeft dat geprobeerd. Glenda heeft dat geprobeerd. Maar... Het is niet echt goed te zien. Zeg het goed? Ik kom eraan, ik ben de laatste, dat weet ik nou wel. Ja, schiet op! Houd je mond. Het duurt te lang, ik zie het hier al een tijdje. Ik ook. Ik lig hier al een tijdje. Kan ook. Het was ook lekker, lekker te liggen. Heerlijk. Wat ik trouwens wel merk aan mezelf, doordat Sanne me vroeg op heb gebeld, merk ik nu al dat ik een beetje aan het inkakken ben. Maar we gaan dat niet verderven. We proberen gewoon wakker te blijven. Ik wil op 8 minuten gaan werken. Dan moet je Dirk hebben om 6 uur, om 5 uur opstaan. Dan mag ik pas inkakken. Koekoek! Nou ja. Zo, dat is ook vroeg. 5 uur. Zou mij niet lukken. Zou mij niet dit lukken, denk ik. Lukt dit mij niet? Lukt jou dat wel, zei je dan al? Of jou ook niet? Ja? Lukt het? Dan moet ik weer hebben, want ik moet een code weer hebben. Ah, 9! God. Ja, daar moet je op klikken. 9! Nou, kom hier! 9! Nee! Daar moet je op klikken. Nee, water. What the fuck? 9-4. 9-4. Is this? Ik hoop dat wat ze nu probeert lukt. Want ze probeert iets nu te... Nou, we gaan het zien. Want we proberen de hele tijd film te kijken, maar... we proberen, wat ik al zei... Het lukt niet echt. Ik ga ook even kijken. Oh ja, je kan ook nog typen, ook nog. Ja, je kunt gewoon met elkaar chatten hoor, schat. Oh ja, dat wist ik. En als je nou op die link klikt, want het is een link, hè? We proberen alles aan te doen. Want... Ik denk dat ze eerst iets anders heeft. Een verifiatiecode. We gaan het nog eens even proberen. We hopen dat het lukt en ik laat jullie het zo meteen. Gelukkig is een half uur verder wel gelukt met z'n drieën film te kijken. En het was super leuk om naar te kijken. New Kids Turbo hebben we gekeken. En ineens komt Ganya even aanwandelen. Hey Ganya.
Kom je even lekker gezellig aanwandelen. Hè? Maar ja. Leuke film gekeken net. Echt ongelooflijk leuk. Ik heb van genoten. We hebben echt heel veel manieren, echt letterlijk heel veel manieren gedaan. Want ik heb mijn telefoon hier neergezet en toen naar de beeld gefilmd. Nou, voor hem was het niet echt goed te zien en een beetje haperig, bla bla bla. Maar oké, toen hebben we geprobeerd dat iemand anders dat deed. Hetzelfde verhaal. En toen een lange tijd, wat ik al zei, dat we via de apparaat hebben zitten kijken. En eindelijk, gelukkig, is het gelukt. En toen hebben we lekker zitten kijken. En van genoten, dat sowieso, dat is één. Maar het is ook een keertje tijd van komen om te gaan slapen. Lekker in een beetje nestje gegaan. Dus wat ik eigenlijk wel ook wil zeggen is dat ik de vlog ga afsluiten. Ik heb van genoten deze dag. Het is een beetje een raar gevoel hoe het is gegaan, maar ik heb wel een fijne dag van gehad. Wat ik ook nu ga doen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een goede nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij, laters!